initiatiefnemer is eigenlijk de SBC. En die worden gesponsord door de Amerikaanse ambassade. Er is een fonds. Geld is vrijgemaakt vanuit het Witte Huis. Rechtstreeks onder de president van de Verenigde Staten. En die sponsort eigenlijk HIV en AIDS gerelateerde projecten. Het gaat om een mini-gezondheidsbeurs. Ja. Waarom hebben jullie voor gezondheid gekozen? Gezondheid, we moeten allemaal gezond zijn om te kunnen produceren. Vooral in Suriname, het Suriname van vandaag, waarbij we zoveel ontwikkeling nastreven, is het belangrijk dat we een gezonde populatie hebben. En het gaat natuurlijk niet alleen om HIV en AIDS, want dat fonds is eigenlijk voor HIV en AIDS. Maar we willen eigenlijk ook nog meer eraan toevoegen, gezonde levensstijl. En dan komen er andere dingen bij kijken, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, de laatste tijd prostaat, borstkanker, baarmoederhalskanker. Dus dat we al die informatie onder één noemer kunnen brengen. Natuurlijk ook gezond bewegen. Dat is belangrijk. Dat we niet zitten en dat we echt bezig zijn en een beetje in conditie blijven. Ons lichaam in conditie houden, waardoor we ook veel productiever kunnen zijn. Wanneer wordt deze beurs gehouden? Deze beurs wordt gehouden op 31 augustus en 1 september. Waar? En we hebben een locatie, het is de locatie tussen de Oost- en de Westkanaalstraat. Als ik een beetje voort mag borduren daarop, omdat we nog bezig zijn in de voorbereidingsfase. Maar het is zo goed als geregeld dat we dat gedeelte krijgen. Het is dicht bij de markt en we gaan, eigenlijk de start is op de dag 31 augustus. Om 5:00 smiddags wordt de beurs geopend. Dan zijn we er weer zaterdagmorgen op 1 september tussen 9 en 12. En in de avond weer tussen 5 en 10. Ja, dus die mogelijkheden gaan we sowieso hebben. Dan niet direct onderzoeken. Het zijn de standaard dingen die je doet als je bij de dokter bent. Bloedprikken bijvoorbeeld? Bloedsuiker prikken en hoge bloeddruk meten. Dat zijn de zaken die we daar ook gaan hebben. De organisaties die mee gaan doen, dat zijn uit Nikeri de stichting De Wingroep, stichting Moederhart. We moeten kijken als er nog wat andere, sowieso een sportcollectief. En we zijn nog bezig met wat andere organisaties die ook erbij kunnen komen. En uit de stad zijn er ook een aantal organisaties die sowieso ook geïnteresseerd zijn om mee te doen. We zullen ook een diëtiste hebben die ook over gezonde voeding de info zal geven. Hoe zit het met de voorbereidingen tot nu toe? De voorbereidingen gaan vlot. Ik ben blij dat ik in Nikeri ben en dat we het in Nikeri doen. De mensen van Nikeri zijn heel erg hartelijk en ik dank alle organisaties die hier zijn en alle actoren die hier meewerken, want dat gaat echt super vlot. De mensen zijn heel erg enthousiast dat dit evenement hier georganiseerd wordt. Waarom is er voor Nikeri gekozen? We hebben voor Nikeri gekozen omdat Nikeri is ook een deel van Suriname. Ik vind niet dat we alles gecentraliseerd in Paramaribo moeten doen. Behalve in Paramaribo, de problemen die Paramaribo heeft, heeft Nikeri ook bepaalde problemen. En als we praten over drugs, alcohol, als we praten over HIV en AIDS, verschillende gezondheidszaken zoals hart- en vaatziekten, dan denk ik dat we op de juiste plek zijn. Wat ik ook wil meegeven is dat we Wageningen ook meenemen in ons project. We zijn van plan om transport in te zetten, om de mensen van Wageningen ook hier naartoe te brengen en om ze ook mee te kunnen participeren in dit project. Wat zijn uw verwachtingen deze 2 dagen? Deze 2 dagen, ik heb het gevoel alsof het heel erg storm zal lopen. We krijgen zeker de mensen die
geïnteresseerd zullen zijn. Het is vakantie. Begrijp, veel jongeren die zijn thuis en zijn vrij. En ja, je weet dat bepaalde dingen kunnen gebeuren. Dus sowieso de seksuele informatie moet je aan de mensen brengen. En je moet ze ook de tools bieden om zich te kunnen beschermen. En de informatie geven om zich te kunnen beschermen als er zaken kunnen gebeuren. We moeten natuurlijk promoten we het niet, maar we weten wat er kan gebeuren. En als de mensen goed bewapend zijn met die informatie om zich te beschermen, op welke manier dan ook, dan zijn wij daar om sowieso die informatie te geven. Wat zal de toegevoegde waarde zijn na deze beurs? De toegevoegde waarde, een gezonder Nigeria, een gezonder Suriname. Want het blijft niet alleen hierbij. We zijn ook bezig met de andere organisaties of bedrijven. Die zijn ook bezig met hun deel. Roosevelt Gold Mines die zal in Brokkoponde bezig zijn met dezelfde informatie. Ook de mini health fair op dezelfde stijl. In dezelfde stijl zoals hoe wij het hier zullen doen. Zal Roosevelt Gold Mines, wij zullen natuurlijk daar ook participeren en ook ondersteunen, omdat de EBS in het hele land is vertegenwoordigd. Dus zullen we daar ook zijn. Dus ja, een gezonder Suriname in zijn geheel. In Paramaribo volgt nog? In Paramaribo, daar zijn er voortdurend sessies. Er zijn zoveel organisaties die zich bezighouden met gezondheidszorg. Maar wij focussen ons dan meer op onze eigen werknemers, onze eigen collega's. Want we zijn peer educators. We hebben een bataljon aan peer educators in het bedrijf. En bij ons in het bedrijf is het gebruik dat als er nieuwe medewerkers komen, dat ze direct die informatie krijgen bij de inductie als ze binnenkomen in het bedrijf. Dus dat ze direct geïntroduceerd worden en ze weten dat hey, we maken geen grappen hier. Wij gaan voor een gezonde levensstijl en we willen de maximale productie halen uit een medewerker en een gezonde medewerker hebben.